ben ter plaatse. Yo. Oh, het is raak. Ik zie een busje staan, ik zie een auto staan. Volgens mij boekt iemand hem. Als ik jou, ja, weet je wat je kan doen, gewoon met blauw-blauwe sirenes gewoon een trein op. Fuck it. Zullen we doen? Of wachten we nog op een eenheid? Oké, we kunnen twee dingen doen. Of we wachten op een extra eenheid of we gaan naar binnen. Zijn er mensen dan? Ja, ik zie hier een militair busje staan. Ik zie hier een autootje staan. Iemand is nou zijn kofferbak aan het volstouwen, dus dat wordt een heterdaadje. Ik zou zeggen binnenstromen. Want er is al eentje naar een melding gegaan net. Ik weet niet waar de rest zijn. Is het 13.05 er nog? Blijkbaar niet, oké, dus dan moeten wij het doen. 13.16? 13.16 heeft zich nog niet ingemeld. Oh, oké, okay, dan vragen we niks aan jou. ja, dan gaan wij het met z'n tweeën doen. Top, ik zou zeggen, ik draai me even om, dan kom ik even via de andere kant. Ik hou het van afstandje in de gaten kijken, rijd maar op. Waar ben jij? Ik sta standby bij de heuvel daar, bij dat heuveltje. Achter een boom. Kijk, ik ga nu de weg op. Kan ik tegelijkertijd naar binnen rijden? Ja. Oké, ik pak via de achteringang. Even wachten, langzaam. Welke kant kom je? Ik sta nu beneden. Ja. Ik zie een motor, wacht, ik kom de motor aan. Ja, ik zie het ook, kut, ik moet weg hier, kut. Dat is die Pablo Escobar volgens mij, die heb ik daar eerder geflitst. De... Oké, ik sta ergens anders nou. Ik zie... Eentje rent weg. Hier trapt iemand tegen een auto aan. Eentje klimt op het dak. Oké, zullen we gewoon aanvallen? Ja, doe maar. Ik kom nu aan. Genomen. Staan blijven we geschoten, politie, handen omhoog! Politie. Ja, één lekker band geschoten. Handen omhoog! Staan blijven of er wordt geschoten! Ja. Heel goed. Handen omhoog, vriend, je bent erbij. Waar ben ik bij? Omdraaien. Ik ben nergens bij. Ik heb nergens iets mee te maken, ik heb niks gedaan. Meneertje, de agent. Ik heb niks gedaan. Oké, ik ga nog even kijken of jullie nog in de buurt zijn. Meneertje. Kevin. Je wil met Smokey te maken, hè?
Daar heb ik helemaal niks mee te maken. Ik heb niks gedaan. Ik ben gewoon een rondje naartoe. Ja, kom je hier aan doen? Ik wou hier een bakje koffie halen, maar dat kon niet. Dus ik, daarom ik ging weer weg. Controleer mijn zak, ik heb niks. Ik wil niet in die wereld. Oké, het is clear, collega. Zo vriend, je bent te heet, je bent er echt bij vriend. Waarop? Ik heb niks gedaan, ik heb niks op zak. Ja, dat zeggen heel veel mensen. Controleer mijn zak, check. Zojuist gedaan, wat doe je met een honkbalknuppel op zak? Ik heb een hobby als honkballer. Ja, lijkt me niet zo handig dat je die in je broekzak stopt. Lijkt me geen pretje. Het is helemaal niet handig om een honkbalknuppel mee te nemen naar een drugslocatie. Ik wist niet eens wat het is, maar niet. Dus je wist ook niks van die mannen die hier met hoge snelheden wegreden? Nee, die ken ik allemaal niet. Ik wil de schone lijn houden. Ik heb een sollicitatie bij jullie, dus. Nou, als je hier goed om je heen kijkt, zie je in ieder geval dat hier geen honkbalveld ligt. Dus ik weet niet waar je met die knuppel op zak doet. Nee, ik zei ook, ik ben een rondje naartoe op de motor. Ja, maar een beetje raar dat je dan hier ging eindigen, dat je hier in ging. Ja, ik ben hier niet geëindigd, ik wou hier een bakje koffie doen, dat heb ik al net tot even collega. Ja, smoesjes. Die smoesjes horen we heel vaak hier. Ja, precies. Maar er is alleen niks op zak. Ik wist er niks in aan. Ik heb niks gedaan. Die motor is gewoon van mij. Waarom denk je dan? Dus was ik net wel gevlucht. Ik had alle kansen. Nou, ik krijg in ieder geval van mij wel een boete. Voor wat? Voor het rijden op de Sonora Freeway met 198 km per uur. Hoeveel waar? Daar staat bekend die snelweg bij de gevangenis. Daar heb je 198 km per uur gereden. Oh, heb je daar bewijs van? Jazeker. Oké, dat wil ik niet. Ik heb daar staan flitsen. Als dat zo is, dan zal dat zo zijn. Dan neem ik de boete in. Maar jij reed dusdanig hard op je motor. Ik dacht van ik laat hem gaan, want dan kom ik nooit bij en nou tref ik hier. Ja, dat is dan puur toeval. Maar ja, dan vind ik hem ook terecht. Maar dat hij mij helemaal aanhoudt voor drugs of wat, waar niks mee te maken. Nee, maar je bent wel bij een bekende locatie en als ik dat moet gaan verantwoorden met de snelheid die je reed op de snelweg, is dat enigszins verdacht. Ook met een knuppel op zak. Ja, ik geef je al gelijk. Ja, maar wat doet u dan hier, meneer? Ik wou, dat heb ik net gezegd, ik wou je een bakje koffie halen. Nou, hier kan je... Kijk naar mijn bankrekening en alles, ik heb helemaal niks. Ik ben nu maar een skier manager. Nou, dan moet u werk gaan zoeken, meneer. Ja, dat doe ik ook. Maar ik heb er vandaag over mijn dag niet rijden. Ik was een rondje retour op de motor. Dat zeg ik. Ik ben van de reddingsbrigade, ik ben geen drugs criminaal. Slecht voor je, mijn drugs. Maar goed, dat betekent wel dat je dusdanig hard gereden hebt dat wel je motorrijbewijs in beslag wordt genomen. Oh god, nee. Ik want er gaat een wettelijke correctie vanaf van 5 km per uur. Je reed 198, dat betekent dat je 193 km per uur overhoudt op een weg waar je 130 mag. Ja, nee, je komt voorkomen gelijk. Mogen misschien de aanboeien af? Ja, die mogen af. Goed, ik weet niet of je een familielid of kennis kunt bellen die jou kan komen ophalen, want met die motor mag je geen meter meer rijden. Shit, nee, die is hard aan het werk, zullen we zeggen. Mijn vriend. Een taxi bellen, meneer? Ja, dat wordt een taxietje. Ja, is goed. Collega, ik heb de ANWB al gebeld, we zijn onderweg. Helemaal prima, dan wachten wij eventjes totdat de AWB hier is en ik geef mijn auto ophalen.
Maar ja, als hij weer daar gaat staan, dan kunt u even een taxi bellen, dan gaan we even hier verder weer wat afhandelen. Dat vind ik toch wel knap dat die Audi maar heeft geschrikt. Als die boven op de berg zit. Ik stond naast de berm achter een steen. Ja, ik rijd hier net boven dat bospad. Dit stond er echt die auto. Dat klopt. Maar prima, maar... Dat, Ik heb daar een hele mooie dashcam zetten en die heeft het haar fijn vast kunnen leggen. Als je had gezegd dat u in die auto had gezeten, had ik het geloofd. Nee, het was toch die echt auto in die auto. Stond hier boven op de weg. Ja, maar daarvoor stond hij op de snorre freeway waar jij 198 km per uur reed. Ah ja, kan wel kloppen. Ja. Ik heb hem een klein pinnetje gegeven. Dus je had inderdaad de tijd om hierheen te komen. Ja, ik ga mijn weg vervolgen hier. Prettige dag verder. Dat is prima, je hebt de boete ontvangen. En Hoos? Ja, hij is al betaald. Ja, er moet alleen nog één ding afvallen. Dus dat je via rijbewijs ingevorderd moet worden. Collega, wil je even afstand houden alsjeblieft? Yo! Goed, wat mij betreft mag u gaan, alleen zonder motor, die wordt uiteraard opgehaald door de ANWB. Ja, dat zei u net al inderdaad. Prima. Ik som het even voor u op. Ja, fijne dag verder. Fijne dag verder. Collega, ik ga straks eventjes beeldmateriaal terugkijken om te kijken of we kunnen achterhalen van wie die wagens behoren. Ja, nee, is geen probleem. Misschien dat we ze dan later op de dag nog in de kraag kunnen vatten. Dat laten we hopen van wel, dat winkeltje bij Polite B daar. Ja. Oh, zeg maar bij de snelweg. Yes. Ja. Oh daar, ja, dat heb ik ook wel last van. 1309, onderweg. Top. Negatief 1309, probeer even in de omgeving van de stad te blijven. We zijn nog steeds op zoek naar een helikopter. Die eenheid die er nou te plaatsen is, hè? Check even of daar een helikopter staat. Ja, 1316 is wel onderweg, ik zit er al ook vlakbij. Want ik heb het eerder in deze avond gehad, er stond er een helikopter daar. Ja, er stond een helikopter inderdaad. En er stonden we een beetje raar van te kijken. Ik zie zo 1, 2, 3 geen helikopter over. Het staat een beetje verder. Ja, maar ze kunnen er niet uit. Ik heb de voordeur. Ik maak de banden onklaar. Godverdomme, zo kom ik nog ineens aan mijn tosti, man. Steve, jij zonderhandelaar? Nee, ja. Wacht, ik maak even een rondje rond... Negatief, ik ga zonderhandelaar, je hebt geen vest om. Yo. Even wachten, jongens. Even kijken of er niemand anders is rondom de bankleer. Red, red... Oh. Ja. Gaat u maar. Ga je gang. Niet schieten, ik ben de onderhandelaar. Weg hier. Wilt u onderhandelen? Ja, ik wil dat iemand die auto weggaat, want die kan er niet uit. Ja. En ik wil een snelle auto om hier weg te kunnen kopen. Ik klets elke keer een deur. Was dat het? Oh, nou niet meer. Ja. Had ik ook last van, dus oké, okay, ik ga het even overleggen met mijn collega's. Ja, top. Collega, kom naar buiten. Ja, dat gaat amper natuurlijk. Ja, wacht even. Oh, ja. Oké, okay, Oké, wat hoort hij? Ja, ze eisen dat de wagen voor de deur weggehaald wordt en dat ze een snelle auto daarvoor in de plaats krijgen. Ach, ik weet al wie het is. Yo, die zochten we al eerder. Hij was diegene met die helikopter.
Ik weet niet of hij nog opgepakt is namelijk. Oké, okay, zeg maar dat we zijn eisen gaan inwilligen. Maar zo snel hij naar buiten komt, dat hij neergaat. Oké, okay, hij is niet buiten. Hij glitst, hè. Want hij weet de hele tijd uit de gevangenis te glitchen, dat weet hij. Ja, maar dit is de laatste keer. Ik ga snel auto regelen. Onderhandelaar. Hallo? De tractor, snel genoeg. Waarom schieten ze gelijk? Omdat je buiten komt. We gaan in op je eisen, maar je moet binnen blijven. Oké. Ik wil niet dat jullie de store binnenkomen vallen. Als dat gebeurt, dan... Wij komen de store niet binnen, we gaan de auto weghalen. En we gaan zorgen voor een snelle auto voor jou. Een auto spant. Zolang jij binnen blijft. Begrepen? Ja, anders heeft hij maar pech hoor. Zeg maar dat we bezig zijn om het te regelen. Dat hij rustig blijft. En als hij toch naar buiten komt, dat we hem neer zullen schieten. Ja, rustig blijven. En we gaan het regelen, maar je blijft binnen. Geef ons wat tijd om het te regelen. Ik wil de auto voor u weghalen, maar u heeft hem op slot zitten. Dus dan gaat dat lastig. Ik besluit. Thanks. Kevin, wat ga je nou doen? Oké, we moeten... we zullen even de ANWB moeten bellen, want... ik heb een auto geregeld, ik kom eraan. Top. User left your channel. User joined your channel. Laat me raden. Oké, collega's, we moeten eventjes een ANWB gaan bellen, want deze auto die gaat nergens meer naartoe. Mooi, lekker laat staan. Hij kan er toch de een klitsen. Dan weet hij toch zo leuk trucje op. Jongens, het is drama. Er staan er vijf, ik sta in wacht en 5 van de 9. Zo. Ja, het was even iets doder op de server en nou ineens boom. Even wachten, boys, zitten in een roleplay. Yo. Jongens, switch even van een andere channel. Wie het nou te maken met de bankoverval? Wij denk even beter, niet? Okay. Sander, ik en jij, Steve. Ga even calamiteit heen. Channel switched. Oké, collega, eventjes voor jouw beeldvorming. Hij wil een snelle auto. En hij wil dat wij die auto daar voor de deur weghalen. Alleen, ja, de auto is kapot. Dus er zal een ANWB deze kant op moeten komen. Zou die even kunnen bellen voor mij? Hallo, collega? Hallo? Channel switched. Daar staan we bij. Steve, heb je de ANWB gebeld? Nee, ik dacht dat jij dat... ik vroeg er net. User was moved out of your channel. You were moved. User joined your channel. Nu zitten we met z'n drieën, als het goed is. Ja, top. Hij wilde al een ander aanspreken, jongens. Ja, ik ga naar binnen. Ik mis een agent hier, hoe kan dat? Ik zit achter mijn auto geschuild. Je wou mij spreken? Ja, hoe lang duurt dat nog? Heb je heel goed verstopt. De wegenwacht is onderweg. Ja, ik kan toch gewoon langs die auto lopen en met dat ding meegaan daar. Je zit achter de BMW, dus dan weet je dat. Nog genoeg hoor. Oké, prima.
Ja. Oké, okay, hij zegt laat die auto voor de deur maar staan, ik kan er zo ook wel uit en hij wil weg. Oké. Okay. Eén persoon weg, ik ga hier achter op het zandwegje staan. Ja, benoemd. En alle twee één kant van de snelweg pakken, er zit een trekker in zijn voertuig. Toppie. Hij rent weg. Stapt in het voertuig. Voertuig in beweging. Gaat richting het tankstation. Voertuig komt weer in beweging. Yo, Steve. Iemand zegt, hij gaat richting... Oh, hij blijft rond het tankstation rijden. Ik zie een vliegtuig vliegen, links van de snelweg over. Rijden we in een tunnel? Ik zit erachter. Zal ik ervoor rijden? Ja, probeer zonder je veiligheid in geding te brengen voor te komen. Oké, hij ramt me vol. Oké. Hij is hier. Oké, mooi. Aanhouden. Ik ben hem kwijt, waar is hij? Staan! Over hier. Staan blijven! Waar waarschuwingsschoten? Ja, die van mij ook. Staan blijven of ik zal mijn taser gebruiken. Zal ik hem in zijn been schieten? Als je taser hebt wel, anders niet. Ik wil hem levend dit keer. Waar rent hij helemaal van hier naartoe, joh? Collega nog bij de auto's, die kan kijken of hij met de auto's richting de wiet kan rijden. Nee, ik ben niet bij de auto. Niemand is bij de auto. Gelukkig staat hier niemand van wie die een auto kan pakken. Ik snij hem af. Staan blijven! Handen omhoog! Pas op, collega's, niet schieten bij die tank. Staak het vuren. Laat hem weggaan bij die tank. Hij wil zelfmoord plegen. Meneer werd aangehouden. Poging tot moord op politie. Eens voor de veiligheid, boys. Ik ga naar het water. Ik ga even kijken of mijn auto er staat. Ja, wacht maar. Dit zijn lage voltage tasers, die zijn getest door de FBI en die doen helemaal geen kwaad. Dus dit is aanstelleritis. Het enige wat deze tasers doen is je kleine teen in beweging brengen, waardoor u struikelt.
goed. Je mag even ophouden met deze podcast. Mag u even overeind komen? Zo ja. Heel goed. Goed meneer, heeft u nog spullen bij zich waarvan u weet dat ze niet bij zich mag hebben? Anders dan hetgeen wat u zojuist in de winkel heeft gejat waarschijnlijk. Ik heb geen geld uit de winkel gejat. Nou, daar lijkt het anders op, want in uw portemonnee zit een behoorlijk bedrag. En laat het nou precies het bedrag zijn tot op de euro nauwkeurig wat er in de winkel gemist wordt. Dat kan niet. Goed, dat zoeken we later wel even uit. Goed, dan wachten we even tot de collega terug is met zijn auto. Auto kunnen vinden? Ja, mijn auto stond er nog. Top, mag jij hem even meenemen, want mijn auto glitcht. En nee, dat kan je niet frituren. Jammer. Ja, maar het is ook helemaal kapot, hè? Goed, meneer. Ik weet niet of mijn collega's het al hadden verteld, maar u bent aangehouden in verband met de betrokkenheid bij de winkeloverval en poging tot moord op een drietal politieagenten door te roepen dat ze mogen schieten op een gastank. U bent niet het antwoord verplicht en verrecht om een advocaat. Wens je daar gebruik van te maken? Ja, ik wil mijn advocaat Rijtwijk spreken. Oké. Rijtwijk, ze weet ik van. Die is al een tijdje geleden geëmigreerd van het eiland. Echt waar? Of ontsnappen? Zeer. Nee, die is al een tijdje geleden vertrokken. Goed. Had u nog een andere advocaat? Is Don ook nog in de start? Advocaat Don? Nee, ook Don is geen advocaat meer. Die is bij de publieke services gaan werken. Klote zooi. Weet jij nog een goede advocaat? Helaas niet voor u. Pof, dikke meneer. Ik doe gewoon vanaf hier gewoon de gevangenis in je. Kan ook, ja. U mag trouwens kiezen. U mag gaan voor het snelrecht. Of u mag gaan voor het wat langere proces. Wat is het voorstel van het snelrecht, hè? Nou, toevallig hebben we hier in dit huisje hebben we ook een glazen buis, waardoor u zo in één keer, woep, uw straf kan uitzitten. Ja, ik denk dat dat voor alle partijen wel beter is. Goed, dan mag mijn collega mag de eer hebben. Vergeet niet de boete zijn strafblad. Uiteraard. En zijn handboeien niet af te doen. Laat hij nog om dan? Ik zie, oh ja. Ja, ik zie die handboeien niet. Ik ga even heel snel naar het bureau in Sandy om een sniper te pakken. Vergeet niet mijn handboeien los te maken. Geen paniek, dat zullen we zeker niet vergeten. Hij heeft wel een aantal overtredingen openstaan trouwens, boys. Oh, mooi. Alles boven de 10.000 is op. Nou, nu overvallen van de winkel. Hoeveel is het vandaag? 14, hè? Yep. Hij is vandaag nog, vandaag nog een overtreding gehad voor het overvallen van een bar. Ik word bedreigd. Sorry, wat zeg je? Dat ik bedreigd word door twee mensen, twee beveiliging. Ze waren jeugd BHB. Persoonlijk of in-game? In-game. Zal ik er even op afgaan? Ja, doe maar. Oké, top. Ja, ik ben er nu van weg weggereden. Ja, ik kom eraan. Rij maar weer terug naar bij. Kijk maar of ze er nog steeds staan. Ja. Kijk, dan geef ik hem voor het overval en die bedreiging op agenten. Poging tot. Ja, die is voor mij poging tot doodslag. En ze zijn er niet meer. Ze rijden in een grijs busje, Steve. Grijze busje? Ja. Oké. Okay. 10.000 euro, doe eens normaal. Optimaal. Ja, dat zijn flinke boetes. Maar ja, je bent wel poging moord op een agent. In dit geval drievoudig. En daar staat een flink bedrag op, ja. Maar ik heb helemaal niks gedaan. Ik heb jullie niet eens aangeraakt. Oh, zeker wel. Dat heeft mijn collega jou al helemaal uitgelegd. Ik ga je naar de gevangenis brengen. Met spoedtransport.
klote snelweg. Ik wou gewoon naar de rechter.